Niet alleen PSV 1, maar ook PSV onder 19 stapte vorige week in het vliegtuig richting Rostov. Net als het eerste gaan Geert Brusselers en zijn mannen in de Russische miljoenenstad op jacht naar de eerste Europese driepunter. Waar PSV 1 zijn eerste Champions League duel met 1-0 verloor van Atletico Madrid, kende onder 19 een iets betere start. Twee weken terug werden de Spaanse leeftijdsgenoten op de hertgang op 0-0 gehouden. Een terechte uitslag, al zal Michal Sadilek nog wel eens terugdenken aan de slotfase van die wedstrijd. Sadilek net ingevallen op de paal. It was pity. I saw inside the butt from the poses went away. Yeah. I went to celebrate the goal, but yeah, it was pity. We could have the 3 points, but otherwise, yeah, 1 point is also good. Ook Matthias Verret zal nog wel eens terugdenken aan het duel. Alleen hij met een heel andere reden. Ik ben snel hersteld van mijn enkel blessure. Sneller dan verwacht. Ik denk na 2 dagen kon ik alweer zonder pijn lopen. En na 10 dagen ja, heb ik weer gewoon meegetraind. Je bent topfit, je kunt morgen spelen. Ik ben topfit en ik kan morgen spelen, ja. Wat is dit? Ik ben Jordan. Kijk, ben je met Nico of zo? Gang in. Vakka snappers, vloggers, ben hier met Dirk Appels en Maxime. Vrij zijn. We hebben een aardige start gemaakt tegen Atletico Madrid. We hebben 0-0 gespeeld. Ik denk wel een terechte uitslag. En ja, nu tegen Rostov. Taaie tegenstander. We gaan voor de 3 punten. Maar ja, elke wedstrijd in de Youth League is wel zwaar, moeilijk. Dus we moeten ze zeker niet gaan onderschatten. En met onze kwaliteiten denk ik wel dat we een goede prestatie kunnen achterlaten. Ik denk niet dat het per se meer druk is, want natuurlijk wil je elke wedstrijd 3 punten halen. Maar hier, ja, iedereen is wel van, ja, we moeten deze wel gaan winnen. En dat, we weten ook gewoon dat we dat kunnen, dus daarom is de druk gewoon wat hoger. Fysiek is het natuurlijk ook wat, is iedereen wat sterker. Het niveau is hoger, alles gaat sneller. En je speelt echt om de winst, zeg maar. In de competitie ook, maar hier nog meer. Je doet er nog meer aan om te winnen en nog meer aan om alles te winnen, ja, qua duels, alles. Ik denk wel dat we de bovenliggende ploeg zijn, dus dat we wel voor de 3 punten moeten gaan. En ja, de andere ploeg is Bayern München. Het is ook weer een moeilijke wedstrijd. Dus dan denk ik wel dat je hier 3 punten moet gaan halen. Ik denk dat we hier juist de 3 punten moeten pakken, omdat we nog, ook nog tegen Bayern München moeten. En ik denk dat dit wel ons moment is, of zo, onze kans is om 4 punten te pakken uit 2 wedstrijden. Rusland. PSV in Rusland. Wat een tijd. Ze zijn aangekomen in Rusland. Kamer. In het hotel. Nico. Leandro. Hier hebben we het badkamertje. Ja. Dames en heren, dit is uitzicht van ons in Rusland. Engel. Wacht op. Say something. Sefi. We zijn er weer, een nieuwe dag. Mogen God bedanken voor een nieuwe dag. Leo, zaterdag moet ook nog een wedstrijdje gefilmd worden. Ja? Ja, zeker, zeker. Laat de zon in de haven. Voor iedereen.
dan eventjes over de stad, Rostov. Weet jij iets van zo'n plek waar je naartoe gaat voor je hier komt? Lees je je in of hoe gaat dat? Ik weet alleen dat het heel koud was hier, maar verder weet ik niks. Nee, daar weet jij niks van. Je weet wel dat het kort bij Oekraïne ligt, maar voor de rest ja, weet je eigenlijk niks. Interesseert je ook niet zo heel veel, je wil hier gewoon presteren? Ja, dat is het allerbelangrijkste, om hier 3 punten mee naar huis te nemen. En de rest, ja, dat zijn allemaal bijzaken. Ze spelen heel verdedigend met een 5-3-2. Niet veel mensen voor de bal. Als ze in balbezit komen, snel de lange bal zoeken. En met veel mensen achterblijven. Ja, wij moeten de bal gewoon laten gaan. En heel veel voor dynamiek zorgen. We moeten heel veel roleren op het middenveld, aanval. We moeten tussen de linies komen. En kijken wat het meeste rendement oplevert. We have to look at ourselves and play our game. And I think that if we'll make the goal chances for the goal, and so we will win. Ik sta niet in de basis, maar ik hoop dat als ik erin kom, dat ik gewoon nog kan laten zien dat ik wel belangrijk kan zijn voor het team. En dat ik misschien wel een doelpuntje mee kan pikken. Ik denk dat we heel snel tot een doelpunt moeten komen. En als dat gebeurt, dat Rostov wel een beetje naar voren moet gaan komen. Komen er weer meer ruimtes achter in de verdediging en dan kunnen we ze afmaken. Het is tijd voor de UEFA Youth League. Dat hadden ze redelijk goed kunnen analyseren. Dus we waren niet verrast. We wisten precies hoe ze zouden spelen. We wisten waar hun sterkte lag. Ze wisten waar hun zwakte lag. Ik denk dat we fantastisch gebruik hebben gemaakt van hun zwakte. Uiteraard doet het scorenverloop ook iets. Dus we kwamen op de juiste momenten, kwamen op voorsprong. Deze bal gaat erin. PSV komt op 1-0. Hij komt in die positie en we stonden alle twee al op. Hij schiet hem aardig in, ja. Ik zie die bal van mijn voet vertrekken en dan zag ik al dat hij toch wel heel dicht bij een doelpunt zou gingen zijn. En ja, hij vliegt er dan heel mooi in en ja, direct een voorsprong na een paar minuten spelen. Dat helpt wel bij zo'n wedstrijd, want je moet die muur wel afbreken. Hoe langer dat het duurt, en Bayern München die hebben dat ook geprobeerd, is dat ook uiteindelijk wel gelukt. Maar met veel meer moeite, met veel meer pijn. En bij ons ging het eigenlijk van een leien dakje. Dit is knap gedaan, zeg, door Scamacca. Hens gemaakt. Ja, het is Hens. Ja, en als dan zo'n bal na een minuut of 11 op de stip wordt gelegd, dan weet je ook, dit is mijn bal. Dit wordt hem. Ja, dan wil je ook natuurlijk die tweede direct maken. En die vlogen dan ook meteen in. En ja, dan hebben we meteen een geruststellende voorsprong te pakken. Hier is het Dante Rigo achter de bal. Maakt hij zijn tweede. Ja, de keeper gaat de goede kant op. De bal gaat onder hem door. Ik denk dat het misschien zo'n dag is waarbij de meeste ballen erin vliegen. Ja, ik denk dat ik zo'n dag misschien wel had. Ja. En dan juist op het goede moment in deze mooie competitie. Ja, maar het was wel zo'n dag, denk ik. Ja. Van tevoren hadden we ook al een vrije trap en toen stond ik op de 16 meter en de trainer toen riep van ga er maar een keer mee in. Dus ik stond eerst op de 16 meter en ik dacht ik wacht en ik liep op het juiste moment eigenlijk en ja, ik stond helemaal vrij. Het is al heel lang geleden dat ik met de kop heb gescoord. Ja, ik stond gewoon op de goede plek en ik hoefde eigenlijk maar te tikken en hij zat erin. Ja, ik was zelf heel blij. Ik geniet het meeste van datgene wat we met elkaar hebben afgesproken. Dat eigenlijk, nou ja, perfect kan het nooit, maar echt heel goed is uitgevoerd door iedereen. En dat besef, dat de gekozen tactiek die we namen, dat die ook rendeert. En dat iedereen daar ook zijn draai in vindt. Dat is gaaf als trainers om dat te zien. Daniels. En in eigen doel gekopt. Zo krijgt PSV nog een beetje hulp ook. Dan denk je dat het gaat goed. Maar dan hebben we wel in ons hoofd van we moeten wel focus en dat we niet hun in de wedstrijd laten terugkomen. Kijk, het is natuurlijk onzin als ik zeg we zijn er nog niet. Want dan moet je het heel erg bond maken, wil je er niet meer zijn. Maar ik vind wel dat je verplicht bent om in 90 minuten gewoon het maximale eruit te halen op dit niveau.
En daarbij hebben wij wel de concentratie nodig. En dat is in de rust nog een keer benadrukt. We moeten eigenlijk gewoon hetzelfde blijven spelen zoals we de eerste 30 minuten dan hebben gespeeld. Wat natuurlijk iets moeilijker is, ook mentaal. Omdat je al 0-4 voor staat, is misschien iets moeilijker om dat op te brengen op het veld. Maar ik denk dat we dat gewoon de volle 90 minuten hebben gedaan. En dat we daarom nog 2 doelpunten extra erbij scoren. Dan valt ook die 5-0, die wordt gemaakt door Gianluca Scamacca. Voor hem ook lekker, want spits zijn, 4-0 staan en geen goals is ook niet lekker voor zo'n jongen, denk ik. Dat klopt, maar hij is wel heel erg belangrijk geweest in datgene wat hij vandaag heeft gedaan. En dat was dan en aanspeelbaar zijn, maar ook echt 2 man binden. Kijk, dat 2 man binden en de ruimtes creëren voor een ander, dat is vaak net zo belangrijk. Daar hebben we ook mensen voor nodig. Nou is dat niet het leukste voor een spits, maar bij ons intern wordt dit wel heel erg gewaardeerd. En krijgt hij de complimenten daar ook voor. En is het ook voor hem goed om die ontwikkeling door te maken. Want het is inderdaad een haantje van een spits die inderdaad zichzelf heel graag wil meten op basis van goals. Nou, dat hoeft niet altijd en daar dient deze wedstrijd dan ook wel leuk voor. Hoe gaan ze hier in München op reageren? Denk je dat dit iets teweeg brengt? Zij hebben de tegenstander ook gezien. Dit is niet de beste tegenstander die we gaan krijgen. Het is wel een taaie. Dat bleek wel. Maar we hebben dat goed afgebroken. In München weten ze dat. Ze zullen ook wel kijken van 6-0. Maar dit zegt niks. Het kan zo weer veranderen. Ik hoop dat ze een beetje bang zijn geworden van deze uitslag. Ja, hun hebben natuurlijk ook met 4-2 gewonnen. Minder als ons. Maar ik denk dat we gewoon moeten leven naar die volgende wedstrijd en dat we dan ook gewoon 3 punten moeten pakken tegen München.